Dit is Get Owned 2017. Ja, daar zijn we dan jongens. Welkom weer terug bij Get Owned. De komende week gaan we allemaal vette afleveringen doen. Ter voorbereiding van onze epische trip naar Los Angeles. Want we gaan naar de E3. Grootste gameverse op aarde. Het wordt super vet. Mike gaat mee. Maar wat jullie nog niet weten is dat er ook nog een special guest mee gaat. Die gaan we vandaag verrassen. Ik heb nu afgesproken met Mike. Die zit hier ergens op station Maarsen. Het is gewoon de boy. Gaan we weer even ontmoeten. Ik heb er zin in. Mikey! Parkastrijder. Dat is goed, jongen. Ja, met Chuck. Heb je er weer zin in? Ja, sowieso. We gaan naar de E3, motherfucker. Ben je wel eens in Amerika geweest? Nooit. Nee? Ik ben in Europa. Nooit? Heb je wel eens in het vliegtuig gezeten? Eén keer, twee keer, drie keer. Oké. Wat verwacht je straks van Amerika? Lekker weer. En chickies? Ja, precies. Oké. Goed meisjes. Hey, luister dan. Wij gaan niet alleen met z'n tweeën erheen. Nee, we mogen ook nog iemand anders meenemen, een special guest. Wij weten allebei al wie het is. We gaan nu nog niet zeggen, maar we gaan wel verrassen. Hij is op dit moment in Zeist. Ik zou zeggen, laat gewoon de auto pakken. Ah, heb jij een rijbewijs? Nee. Ik heb ook een fiets. Oké, ik bel wel even iemand. Komt goed. Dat is ook echt, ik ben fucking 23 en ik heb nog steeds geen rijbewijs. Goed, we zitten inmiddels in de auto. En zoals ik al zei, ik heb iemand speciaal meegeworden. Waarschijnlijk kennen jullie haar nog van een heel speciaal filmpje. Dit is Jacqueline, ze gaat ook mee naar de E3. Ze is de producer van Get Owned. Hey, want je was nog wel boos op Nathan, toch? Toen die deur intrapte. Liefde voor Nathan. Ja. Laten we nog heel even het fragment erbij pakken. Ik moet ook naast nieuw nemen. Jezus! Nathan! Serieus? Echt? Daar ben ik niet dan. Wie vind jij eigenlijk het liefst van het hele Get Owned team? Zeg maar, welke jongen mag je het meest? Gio is wel een schatje. Maar Gio is iedereen schatje. Ja, dat is waar. Hij is perfecte schoonzoon. Kijk, ik doe nooit wat verkeerd. Ja, ja. Ik denk het liefst Mattie wel. Serieus? Nathan. Oh. Nathan, ja. Mattie. Rijk. Oké. Chesto, Johnny, Wouter, Ja, je noemt gewoon iedereen op, je vriend. Ja. Wat is dit nou weer? Nou, we gaan in ieder geval één iemand van die gasten gaan we nu verrassen. Hij mag dus mee naar Los Angeles. Het gaat fucking leuk worden. Ik heb er nu al zin in. En als het goed is, weet hij nog van niks. Dus ik ben benieuwd naar zijn reactie. Ja, wat wil zin in? Die gaan we verrassen. Zeggen. Wel. Nee, mag je dat niet zeggen? Mag ik dat niet zeggen? Sorry. Wat jullie niet weten, Mike is gewoon echt een beetje een verlegen jongen. Dat is zo leuk. Hij is echt schattig. Dus laat even weten in de comments wat jullie van Mike vinden. Hij is ook nog vergezel, dus vind je hem leuk? Ik zal zijn nummer in de comments laten. Komt goed. Toch, Mike? Nee, man. Wat dan? Ik ben niet eens vergezel, man. Wat verwacht jij straks van de gast die we gaan verrassen? Dat hij heel blij zou zijn. Ja? Ik denk dat hij iets verwacht had. Weet je wat? Ik verwacht dat er straks fans komen die mij de hele tijd om handtekening gaan vragen. Dat denk ik ook. Ja? Ja. Zoals nu? Zoals nu. Yo! Goed. Ja, man. Komt die foto? Ja, is goed. Ga je toch, ik kan gewoon dingen vervullen hier. Hey, bakzitters! Hey, film ons niet. Ga weg! Hey, Bakkaji! Wat doe je met al die kleine meisjes? Bas is er ook, hè? Skip hem. Wat dan? Vertel. Skip Basje, man. Hij is verzwollen, man. Hij is verzwollen, man. Dat kan niet. Fuck Bas. Ik mag niet. Hey, zeg het zo in zijn gezicht, hè? Dat is goed, laat hem komen. Ik heb zin om te voetballen, man. Ja, lekker man. Pak die bal dan. Ja, is goed, kom op. Nee, je hebt hier al. Oké, hoe gaan we bal regelen hier dan? Ik ook zin om te ballen. Ja, mag je wat vragen? Ja. Kunnen jullie voetbal voor ons regelen? Nee, want we gaan nu weg. Pak af, ook rustig. Je plopje. Ik heb niet gezien, man. Ja, normaal niet meer zo goed. Yo, man. Je bent FC Roelie, toch? Nee, maar ik. Nee. Yo, wat doe jij hier? Hey, ik weet niet veel wat ik hier doe. Wat doe jij hier? Dat kan ik beter vragen. Ja, wij zijn hier heel toevallig om jou even te verrassen. Dat meen je niet. Mike, vertel. Ja, man, we komen hier als verrassing voor jou. Hey, lekker goed om je te zien, man. Lang geleden. Ja, man. Hier. Wat is dit? Maak hem maar open. Wat is dit? Ga ik voor jou. Fiederwaard is dit, hè? Ja, gaas. Ja, gaat er afscheren, denk ik. Wow, jongen! Nee, dit is echt gruwelijk. Ja, jongen, jij gaat mee naar Amerika! Geeft hij zijn ticket dan mij? Ja. Nee, hij gaat ook mee. Jongens, luister. We gaan met z'n drieën. Wij met z'n drieën? Ja! Dat gaat helemaal fout. Dat gaat nu al fout. Dat gaat helemaal fout. Maar ben je blij, bro? Dit vind ik echt gruwelijk. Maar is het de eerste keer dat je in Amerika Dit is de eerste keer dat ik buiten Europa ga. Serieus? Ja, ja. Zelfde verhaal, man. Maar hij is nog jong, ik ben echt oud. Hoe oud ben je? Ik word 22 dit weekend. Zo oud. Je bent 17, hè? We kunnen niet hangen met die oude jongens. Je bent 23 toch of zo? Ja, klopt. Af je bek, man. Fuck, dit is hard. We gaan naar de E3.
Ja, ik word een beetje in het sneeuw van. Maar dit is een reden waarom. Je was de populairste jongen van Get O. Op welk gebied? Op het gebied van je haar doen. Oké. Dus dat is de reden ik waarom. Ik zit in je zonnebril. Kun je alleen ook naar de kappen? Ja, sowieso. We gaan voor jou naar een echte barbershop. Gaan we dat doen? En ik had ook bijna gewonnen. Dat wil ik even bijzeggen. Ja? Ik... Nee, grapje. Hij gaat daarheen. Ik liet hem die finale winnen, hè? Ja. Hey, Mattie, gefeliciteerd. Dankjewel. Misschien kunnen we voor video kunnen we even naar een kapper gaan voor jou. Vind ik goed? We gaan maar goed kapsen voor je. Jij ik ga niet naast jou in het vliegtuig zitten. Naast mij heb je geen. Ik ga naast hem. Ik ga naast hem. Nee. Ik ga niet naast jou. Hoezo? Waar slaat het op? Je bent raar. Kussenkaart. Geen elkaar één. Nee. Zijn jullie een beetje trots op Mattie? Ja. Nee. Heel enthousiast, echt heel. Zit een stift op mijn rug? Ja. Nou, ja. Zitten mijn naam hier. Hey, maar het zijn littekens, weet je. Ja, ik was elke streep, als ik iets heb meegemaakt, dan zet ik een streep. Oké, boys, luister dan. Degene die wint, die hoeft niet naast me te zitten in het vliegtuig. Tot de hoeveel? Oh, tot de 1. Nu wil je winnen. Tot de 5? Nee, jij gaat dik, man. Hoe dan? Weet je, ik ga niet naast Vera zitten. Hoe dan? Mattie, hoe dan? Deze gast, ik dacht dat hij wat kon. Dit is hetzelfde. Kijk, ik stond 3-0 achter met FIFA, toen ging ik weg. Dus die had 3-0 achter met deze, die moet gewoon weggaan. Ik heb geen controle op te gooien. Ik tafel om, jongen. Ik ben zo slecht. Jongen. Nee, ik hou het spannend. Weet je, ik ben Vera's in het vliegtuig. Dus hij gaat hier in het midden zitten met ons aan beide kanten. Hey, dankjewel. Ik zit niet naast jou, dat vind ik echt fijn. Hey, heb je even een vraag? Heb je ook jubileum hier? Voor de Goat Eagle! Hey, je nieuwe single is hard, man. Ja, tegen man. Ik vind hem zeker niet even te streamen toen. Hey. We zijn hier in Deventer, maar wij fucken niet met Eagles. Klaar. Accepteer. Dan kom ik op televisie, maar wij spelen Goat Eagles in de tweede divisie. Komende weken komen er allemaal afleveringen op Get Owned, waarin we voorbereiding naar de Road to LA gaan doen. Blijf ons in de gaten houden, abonneer op ons, abonneer op hem, abonneer op hem, abonneer op Get Owned. En tot de volgende keer. Abonneer van mij. Abonneer nu, hij heeft al genoeg subs. Later, doei doei, jongens. Wat, dit is een cringy lange auto. Stop ermee.